Wegens wat technische misstanden hebben we helaas geen challenge accepted kunnen brengen de afgelopen weken. Maar we komen terug, want naarmate er meer mensen terugkomen van hun vakantie, heb ik ook meer mensen om Splatoon 2 mee te spelen. Dus dat gaan we ook doen in de challenge accepted. Akeo is er vandaag bij en samen gaan wij proberen de Salmon Run te verslaan. Dus zeg maar de horde-modus van Splatoon 2. Maar dat wordt wel zo tof, want het is heel erg lastig en we zijn maar met z'n tweeën, terwijl die modus voor vier bedoeld is. Dus we gaan kijken of Akeo en ik samen de Salmon Run kunnen verslaan in Splatoon 2. Geen sniper. Ik heb de kwast. Je hebt de kwast, dat is fijn. Als je hem inhoudt kun je super snel gaan. Oké, dit is goed. Oh, ik loop snel. Dan loop je vet snel. En dan kun je heel snel ergens naartoe werven. Inkten. Oké, ik ga meteen het strand op. Ik weet dat het gevaarlijk is, maar ik ga meteen mijn punten urnen. Oh. Opeens komt de snaai. Oh shit. Oké, wacht. Zo kill je hem. Oh, oké. Nee. Waar ben je? Ik ben hier. Oké. Ja, ik heb je weer. Oké, als ik nou even hem kan lokken. Oké, we kunnen hem ook wel gewoon schieten. Hij is al dood van mij. Nee. Hier, nou is hij dood. Ja, dat is wel lekker dichtbij, dus goed. We moeten maar twee eitjes. Dus we hebben twee eieren. We kunnen nu eigenlijk gewoon stoppen naar huis gaan. Ja. Let's go. Nou, dit jongens was challenge accepted. Oh, shit. Oké, we hebben hier zo'n grote unit die bommen gooit. Oh, kak. Oh, shit. Hij heeft hem hier gegooid. Oh. Ben je dood? Ja, ik ben neer. Maar hoe revive je eigenlijk? Door in me te komen. Door in me te verven. Ik ben mee met de bad guy. Ik loop mee met de bad guy. Yeah, boy. Oh, shit. Het zijn er twee. Oh, god. Je leeft nog, toch? Ja, ik leef nog. Oké, ik doe dit voor de grap. Voor de grap? Ja, oh, ik heb er één! Voor de grap nog. Ja, ik dacht, ik probeer het gewoon. We hebben er één neer. Ik pak ook een ei. Pas op voor die... Dat wou ik zeggen. Oké, ik pak nog een ei. Oké. Okay. Nee, ik val in het water! Ik ben dood. Oh nee! Je merkt dat dit voor vier man is. Ja. Wij zouden de twee mannen in het team zijn die gewoon meteen sterven. En de rest regelt het wel, weet je wel. Red ons maar. Oh god. Ik heb nul punten ervoor. Oh my god. Poging nummer 2. Ja. Pogingen gaan we? Ik weet niet, man. We moeten dit uit kunnen spelen. Nou, dan moet je de moeilijkheidsgraad staat op niveau 15. En dat is dat van de 100? Van de 100. Ja, maar met z'n tweeën is het een heel stuk moeilijker. Dat is ook zo, maar ik dacht dat hij het wel een beetje zou downscalen. Ja, Peter en ik renden er doorheen met z'n tweeën. De eerste poging. Ja, maar welke wapens hadden jullie? Ja, volgens mij wel een roller. Waar is de man? Die zal weer op het strand komen. Ja, hij is weer op het strand. Ik denk dat hij gewoon standaard op het strand spant. Oké. Ik ga meteen het weer de hoek op. Oh shit, er is weer zo'n snaai-unit. Ik heb hem wel. I got this. Oh, ja. Got it. Hier, hoppatee. Drie makkelijke eitjes dicht bij de mand. Let's go. Wat? Mijn controller doet heel raar. Hij gaat de hele andere kant op. In één keer staat je motion control aan. Ja, ik wil geen motion. Nee, hij staat niet aan. Is een van je controle dingen leeg? Is een van de Joy-Cons leeg? Oké, je moet hier wel even uitkijken, man. Hier ging je net ook dood. Waar ben jij? Ik ben gewoon een beetje lekker aan het killen. Oh, oké, daar komen weer bazen aan. Ik weet alleen niet waar. Oh, hier. Oké. Meteen op hem schieten. Hij is bijna neer al. Maar die motion control staat nu wel aan. Wel? Ja. Oké, ik heb die grote neer. Oh, shit! Oké, dat was heel close. Ik heb die grote neer. Come on. Stil die eieren niet. Oké, ik verf vooral even voor ons. Oké. Er liggen eitjes. Ga ze halen. We can do this. Ja, dat maakt niet uit. We schieten die bom ook. Hoe maak je die ook weer dood? Gewoon op zijn bom schieten. Geef de eitjes terug. Wow! Shit. Ik heb een eitje. Oké. Ja, got it. Kom op, we hebben nog maar heel even. Pak deze dingen snel. Als dat lukt. Ja, kom. Ik baan een paardje. Deze hebben we nog wel. Nee. 5! 4, oh god. Ja, we hebben deze wave. Right, nice! We kunnen dit!
We kunnen dit wel. Oké, ik hoop dat deze wave niet weer op het strand is. Dat is niet onze strand is sowieso kut. Oh, ik heb nu een ander wapen. Wat is dit? Je hebt een morser. Ik heb ook een morser. Dat is gewoon een emmer. Oké. Okay. Een emmer? Het is een emmer met verf. Zo simpel is het. Ja, wat is jouw wapen? Ik heb een emmer, man. Dude, deze emmer is super OP. Oké, er zit hier eentje boven. Dat is fijn, want die is lekker dicht bij de point. Als jij ze pakt, ga ik hem hier volgooien. Oké. Oké. Ja, ik heb hem. Oké, en verf hem maar. Die kleintjes zijn heel makkelijk te pakken met die emmer. Ja, dat is waar. Oké, is er weer een baas ergens? Niet dat ik zie. Ik heb hier een baas, dat ik weet, maar... zo'n grote, niet een baas. Oké, ja, we hebben het doel bereikt, maar je zou zeggen dat er nog... Oké, gewoon net zeggen, daar komt weer een baas aan. Speak of the devil. Vraag is, waar spawnt hij? Het is zo'n grote unit. Ik heb één granaat zit in de linker. Oh, ik gooi hem mee. Oh shit. Oh, close. Oké, even veel verf pakken. Oké, ik heb niet eentje in gegooid. Nee, oh! Ik sta er te ver onder. Ik ben neer. Ben je neer? Ja. Revive me, bro. Waar ben je? Hier, echt bij je. Shit, het is zo'n grote. Een laser. Ik ben dood. Oké, blijf daar even. Ik kan nu. Ja. Snel, pak die dingen terug. Ze gaan al met die eitjes er vandoor. Nog 20 seconden, dit moet lukken. We hebben genoeg eieren, dat is wel iets. Oh. Ja, ik heb hem. Oh, ze duwen met water in. Survive. Of red mij. Kan niet. Red mij. Red mij! Ik kon niet. We hadden genoeg eieren. Hoeveel seconden waren er over? 3. Oh my god. Oh, Nintendo haat ons. We hebben ook allebei zo'n kut-emmer. Die emmers zijn super OP. Die emmers zijn vet handig. Ik heb weer een kwast hoor. Ja, ik heb het idee dat jij vast zit op de kwast en ik op de spray de eerste ronde. Ik denk dat ik... Ja, hij is wel weer op het strand. Oké, here we go. Dit kunnen we. We hebben deze wave nou al een paar keer gewonnen. Kijk, komt dus een snaai. Oh! Dude, je had hem gewoon bijna meteen. Instant. Huh? Ja, oh shit. Oh! Ja, yeah, got it. Oké. Dat is nice. Als ze lekker dicht bij die Ironman zitten, dan hoeven we er niet moeilijk voor te doen. Oké, de vraag is waar de nieuwe baas opduikt. De vorige Power Waves was dat hier weer. Dus ik denk dat het wel slim is om hier alvast te zitten. Gaat nu wel weg. Ja, nee. We zijn nu in tune. Oh, ik had eigenlijk al die tijd... Ik heb nog nooit mijn super gepakt. Nee, ik ook nog niet. Ja, trouwens niet wel al een paar keer. Oké, schiet op zijn kop. Ja, ik kan niet echt schieten, man. Oh, shit! Die bommen, doe. Ik heb een kwast, ik kan niet schieten. Oké, weet je wat? We doen dit. Oh, wow! Double kill! Monster kill! Wat? Kijk, ik ga automatisch van de baan af. Terwijl nee! Ik ook! Ze duwen je het water in. Maar ik zit zo, ik zit in die verf, maar ik ga gewoon vooruit, maar ik ga naar rechts. Volgens mij is een van je controles bijna... Fuck it, we steken een oplader erin. Is mijn oplader dan gewoon leeg? En mijn controller? Misschien is je Want ik ga de hele andere kant op steeds dan dat ik stuur. En die motion control staat uit. Oh my god. Poging nummer 0. 4. Dit gaat gewoon niet worden, denk ik. Dit wordt de eeuwige aflevering. Dit wordt de challenge accepted die nooit eindigt. Terwijl je hem nu kijkt, is hij nog zeg maar gaande. Oké, en ik ga het nooit redden. We zitten in een endless eeuwige loop. Cycle van... Is dit limbo? Is dit weer de kwast? Ja, het is gewoon standaard. Jij begint met de kwast en ik met die sproeier. Of met hoe je het ook wil noemen. Ik ben alvast hier, want we weten nu dat we hier moeten zijn. Ik ga gewoon lekker even dit verf, zodat we ruimte hebben. En ik weet gewoon dat ik die ult kan gebruiken op die twee grote jongens. Wat is mijn super eigenlijk? Geen idee. Oh joh, ik heb er alleen neer. Ik ga automatisch, Weet je zeker dat je motion control uitstaat? Ja, kijk maar. Oh nee! Dude, ze duwen me weer het water in. Er liggen daar eieren. Je bent... Yeah boy. Bescherm de eieren. Oké, het was wel een snelle kill, though. Ja. Maar
Kijk, we hebben nu onze challenge al gehaald. Maar straks komen die grote units. Ik weet nou gewoon dat ik mijn ult gewoon heel goed tegen kan gebruiken. Dus... Nou, dat was mijn super ook wel. Je hebt een jetpack. En dan krijg je een hele toffe... Wat is het? Bazooka erbij. Oh shit. Oh shit. Weg, weg, weg. Oké. Okay. We doen het weer. Hoppatee. Team! Eentje is neer. Beladen. Okay. Zie je? Nee, dat zijn skills, man. Dat zijn skills, moet je hebben. Nee. Als ik nu onder ga, gaat hij automatisch... Ah, nu niet meer. Ik zit nu vast. Oké. Okay. Ik zit nu vast onder. Ah. Kijk dan, zie je? Ik heb je nodig. Zag je dat? Je pleegt gewoon zelfmoord on my watch. Het lijkt alsof iemand anders mij bestuurt. Wat? Dude. Als jij straks... The call is coming from inside the house. Nee. Jij gaat straks de opnames terugkijken. Dan zie je wat ik bedoel. Het is echt heel raar. Jo, hey, we kunnen eieren verzamelen hier. Stop met werven. Ik ga dood. Oké, zo dan. We hoeven nog maar 1 seconde te overleven. Ja, hoppatee. We did it, fam. Het is alsof als ik in erin ga, word ik heel anders bestuurd. Zeg maar, ik ging gewoon rennen met water. Vond als je het zegt. Dat is gewoon skills. Ik loop nu automatisch. Oké, dat is wel heel weird. I'm done. Ligt er ergens hier... Oh, er ligt hier sowieso ergens op KNHQ een controller die aangesloten is of zo. Ja, en die op zijn zij ligt of zo. Ja. Die denkt dat die jouw controller is. Of die gewoon heel graag onderdeel wil zijn van een Switch setje. Oh, er zit hier een druipende... Oh, ja. Wat is dat druipende shit? Oh shit, hij verplaatst. Oké, okay, we hebben deze. Even wachten tot hij zijn ding doet. En dan hoppatee. There we go. Eitjes, man. Pak jij de eieren, dan stop ik deze. Oké. Ik ga die eieren pakken. You wait. Oh. Goed gestopt. Ja, ik had geen eend meer, man. Team effort. Ja, eend is wel duur, hè, tegenwoordig. Ja. Heb je ooit een printer moeten rechargen? Dat is, jezus. Oh shit, dat zijn weer deze jongens. Heb jij bommen? Ik heb bommen, ja. Nee! Oh god, ze duwen me weer het water in. My one weakness. Ja, boy. Ik revive maar op deze manier. Ja, slim. Ik leef weer. Kak. We kunnen dit overleven. Ik pak deze stapel unit. Oh, ik ben dood, man, door die laser. Nee, je kunt niet dood zijn, Ja, ik ben dood door die laser. Ja, die heb ik nou uitgeschakeld. Come on, leef. Pak die jongens. Pak die eieren. Pak die ei, jongen. Pak die ei, wollen. Wollen! Oh. Oké, ik ben bijna neer. Koud. Oké, fuck it. Ja, lekker man. Oh, ik kan dit eitje nog scoren. Score deze eieren nog. Ja. Oh! Combo! Hè, we zijn door de tweede ronde. Wombo combo! Oké. Maar dit is ook zo'n kleine plek, dus het is echt gaal. Ja, I know. Meestal is hij groter, maar dit is... Oké, hij wordt nu weer groter. Kijk, ik ben weer kwast, man. Oh, dude, ik ben plonzer, man. Shit, hij is wel weer hier. Dus we moeten dit even in onze verf hebben. Even kijken. Oh, ze spawnen hier op het strand. Oh shit, het is weer zo'n grote jongen. Ik hoop dat ik dit kan bereiken. Dek mij. Als hij gaat schieten, ik kan hem vanaf hier kan ik hem zo pakken. Ik kill even deze kleintjes. Waar ben jij? Ja boy, ik heb hem! Oké, nice. Oké, jij hebt er één, ik heb er één. We hoeven er maar 3 te hebben. Dat is wel schappelijk. Oké. Oh, kak. Deze. Waar zijn de andere bazen? Oh, er is hier zo'n unit. Oké, ik zit achter hem. Kijk dan, zie je? Ik word automatisch bestuurd. Wat is dit? Oh shit, dude, ik ben neer. Ja, dat is precies wat ik nodig heb. Ik probeer eraan te komen. Ik zit nu bij die eindbaas, bij die baas. Kom op! Kom, deze hebben we. Ja, nice. Extra eieren, dude. Ik score ze. Oh shit, dat is zo'n regenbui. Die zijn heel naar. Oké. Oh shit, is er weer een stapel, of is er weer zo'n grondje? Ik ga dood. Oké. Ik probeer je te dekken hier. Come on. Ja boy, je bent er weer. Ze zitten dicht op de We hebben te weinig space, we moeten echt even de grond doen. Nee, maar ze zitten hier eentje. Hoef ik nog maar 20 seconden te overleven. Kom op, pak deze jongen.
Oh, er zit een laser achter ons. Oh shit. Die kan ons allebei heel makkelijk uitschakelen. Ik ben dood. Nee, je bent niet dood. Ik hoef nog maar een paar seconden te overleven. Seconden. Je bent niet dood. Nee. Nee! Vier seconden! Godver... Er is iemand. Oh, er is iemand op kantoor. Er is iemand op GNHQ. Ah! The fuck? Dit was het dan. Ja. Tot volgende week. Oh my god. Ik geef op. Ja. We hebben voor het eerst een challenge accepted gehaald. We hebben een challenge verloren. God damn it. Nou, dat was het dan. Akeo en ik zijn daadwerkelijk verslagen door Nintendo zelf. We kunnen niet met z'n tweeën door de Splatoon run komen. Die overigens ook echt op een van de makkelijkste moeilijkheidsgraden stond. Dus, hey, ik denk dat we gewoon hard zuigen. Of het spel is gewoon oneerlijk, omdat die fucking vissen me de hele tijd het water in duwen. Eén van de twee, ik weet het ook niet. Anyway, vond je het een leuke video? Laat het ons weten. En vergeet niet dat we natuurlijk op zoek zijn naar meer challenges om te kunnen doen met de crew. Kan tegen elkaar, kan met elkaar. Heb je een leuke challenge voor ons? Geef hem hieronder door. En misschien spelen we wel jouw challenge de volgende keer in Challenge Accepted. Tot volgende week, hoop ik. Als we dan genoeg mensen hebben, maar dat gaan we dan zien. Yay! En Splatoon 2, check de review, het is tof.